Hallo, kunnen jullie even zwaaien? Dan kom je vanavond op Open Rotterdam TV. Oud-Olympiër Henk van Gent runt sinds 2 jaar een zeilschool op de Zevenhuizerplas. Hij weet als geen ander wat de pareltjes van de plas zijn. Is de Zevenhuizerplas een geschikte plek om te zeilen? Heel geschikt, want hij is redelijk groot. Hij is rustig. Ben je meer dan 2 kilometer van de kant af. Ze komen niet zulke golven te staan, dus het is veilig. We zijn net weggevaren van het best verborgen geheim van de Zevenhuizenplas, Lake Seven. Er zijn gelukkig steeds meer mensen die het kennen. Komt ook door die Beach Club Seven en doordat wij met zeilen zijn begonnen vorig jaar. Wat je hier ziet, dat is een nieuwe accommodatie. Ook echt een aanwinst voor de Zevenhuizenplas. Ja. Mensen kunnen hier, zoals je ziet, wakeboarden, waterskiën, kneeboarden, wakeskaten. We zien soms zelfs surfplankjes voorbij komen. Dus ja, eigenlijk alles is mogelijk hier. Ja! Wat ga je vandaag doen? Ik ga vandaag wakeboarden. En de bedoeling is dat ik niet ga vallen. Mooi aan deze sport is, zeker als je van water houdt, is het gewoon lekker om hier bezig te zijn een middagje. Het is goed voor je. We zien niks anders dan blije gezichten van mensen die hier op de baan bezig zijn. En de hele sfeer hier gewoon zorgt ervoor dat je echt een topdag hebt. En waarom heb je gekozen om hier te gaan wakeboarden aan de Zevenhuizenplas? Dat is een grappig verhaal, want mijn vriendin Bo die werkt hier. En die zei, het wordt mooi weer, we gaan wakeboarden. Er is veel te beleven op het water van de Zevenhuizenplas. Maar aan de stranden is het nog drukker. Zo, dus een prachtige dag hier aan de plas. En je dacht, ik ga maar eens even een dagje breien. Ja, ik ben shirtje aan het haken. Lekker voor in de zomer. Dus dat is lekker op zo'n dagje. Is water lekker? Ja, heerlijk. Heerlijk. Lekker koud. Ja. Komt u hier vaak? Ja, ik kom hier vaak met mijn kindjes, ja. Veel plezier. Dankjewel. Is dit nou de plek om van het water te genieten aan de plas? Nou, ik ga niet heel vaak het water in, maar ik lig hier wel regelmatig gewoon lekker van het weer te genieten. Een beetje gas geven, ja! Dat gaat ons zo voorbij, dat is weer die katamaran, die snellere boot. Nou, het waait nog niet zo hard, maar hij heeft al een aardige vaart voor deze boot natuurlijk. En daar gaat de reddingsbrigade. Blijkbaar was er een zwemmer heel ver afgedreven dat ze aan deze kant iemand komen redden. Nou, hartelijk bedankt voor het laten zien van de pareltjes van de plas. Ja, graag gedaan. Leuk dat jullie hier gekomen zijn om dat moois, al die parels in beeld te brengen.